We gaan weer songteksten uitbeelden. Chantal begint zo meteen. Zij gaat een Nederlands liedje uitbeelden voor haar team. Zonder dat haar team daar iets van hoort. Want de meisjes krijgen allemaal een koptelefoon met harde ruis op. Dat, is, dat lijkt harde ruis, maar dat is een nieuw muzikaal nieuw nummer van Bluff. Ja, harde ruis. Precies, ja. Chantal mag gebruik maken van een paar requisieten uit de kist. Maar ze mag absoluut niet playbacken. Terwijl ze uitbeeldt, moeten de meisjes raden om welk liedje het gaat en door wie het gezongen wordt. Een goede titel en de juiste artiest leveren allebei een punt op. Als het al klaar is, mag er niet meer worden geschreven. Ja. Dames, koptelefoon, mag op. Oeh, ja. Ja. Hartstikke idee. Oké. Okay. Chantal, ben je er klaar voor? Ja. En ja, ik denk dan het wel. Gaat okay. De band nu lopen. Het weekend stond weer voor de deur, we hadden niks te doen. Toen dachten we aan dansen gaan bij Koos in de Klaroen. We spraken af zo tegen tien daar op de stoep te staan. Mijn pa had ons erheen gebracht, de disco stond al aan. Oh nu, oh jij, mijn tassie en mijn pas. Vond die gozer, wil met me dansen. Oh nu, geef mij mijn tassie maar weer terug. Vond die gozer, die ken niet dansen. Oh nu, oh jij, mijn tassie en mijn pas. Vond die gozer, wil met me dansen. Oh nu, geef mij mijn tassie maar weer terug. Vond die gozer, die ken niet dansen. Er wordt nog geschreven, dat zie ik enigszins door de vingers. En dat mag wel. Tess schrijft nog even het nummer op. En dat is wel een gek nummer. Chantal. Ja, dit is iets van een iets oudere generatie. Ja, maar wat heb je uitgebeeld? Annie, hou jij mijn tossie even vast van Miggy. Van Miggy? Ja. Tess, laten we eens bij jou beginnen en kijken. Je keek naar Chantal als een konijn in de koplampen. En we kregen Jody Bernal. Nee, dat scheelt niet veel. Cassie. Ik dacht een randje. Ja, maar ook het figuur. Nee, helaas. Daar kan ik geen punt voor geven. Jammer. Vrouwtje de B. Ja, kijk. Oh, ja. Vrouwtje. Miggy, dat wist jij ook? Ja, dat Annie, weet ik. Annie, hou jij mijn tasje even. Miggy? Ja, dat was een supergrote hit in mijn tijd. Celine. Annie, hou jij mijn tasje en vast? En toen dacht ik, Connie of Corrie? En toen dacht ik, nee, geen idee. Geen idee van wie. Toch is het niet slecht. We gaan even kijken hoeveel punten jullie dit oplevert. Ja, 3 punten.